Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 26 april en wij hebben al best wel een productieve ochtend gehad. We waren ongeveer om 8:30 wakker, Tom natuurlijk al wat eerder. Maar ik was om 8:30 wakker, toen hebben we ontbeten en daarna hebben we het huis een beetje opgeruimd. Zodat we dat eindelijk gewoon iets netter thuis kunnen komen. Dus dat is super fijn. We gaan zo richting de studio, want we hebben zo meteen twee stagegesprekken. Eentje om 11 uur, eentje om 1 uur. Dus we gaan zo die kant op en ik ben benieuwd. De gesprekken die we hebben gehad gingen heel erg goed. Een van de mensen past heel erg goed bij ons, dus die gaat waarschijnlijk stage lopen. Als alles in orde komt met haar school en dergelijke. En Tom en ik hebben bij de Albert Heijn... je kan het... zien. Ja, hier een ovenschaal gekocht voor €2,50. Dus ik had gelijk mijn zus even gebeld of zij ook een ovenschaal wou. Dus ik heb hem ook voor haar meegenomen, want ze wou hem graag. Dus die gaan we nu eventjes langsbrengen. En ik heb zin in eigenlijk een nieuwe plant. Dus ik ga even kijken of Albert Heijn of Jumbo misschien een leuk plantje heeft voor in huis. Dus wij gaan nu even lekker die kant op wandelen. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag en het is vandaag Koningsdag. Ja, de meeste mensen hebben vrij, maar Jasmijn en ik gewoon niet. We gaan gewoon werken. Wel lekker thuis, dus heb ik besloten om lekker nu een groot ontbijtje te maken. Daarna nog eventjes te wandelen, eventjes de bruggen lopen te doen. Ik denk dat het wel heel druk is. Ik denk dat iedereen dat gaat doen die hier in Deventer woont. Maar in ieder geval heel erg gezellig. Daarna gaan wij lekker editen. Ik ga ook nog wat dingetjes op mijn laptop doen, zodat we toch wat dingen kunnen inhalen. Want morgen hebben we een shoot namelijk. Maar ondertussen nog wel even lekker gewoon chill. Misschien nog vanmiddag nog even iets kijken. Weet je, wel een beetje chill, want het is in principe wel gewoon een vrije dag. Net lekker tompoesen gehaald bij de Hema. En er stond dus een soort drive-thru. Was normaal ook altijd al wel toen de winkels gewoon nog open waren. Maar nu is het op een andere manier. Maar we hebben dat dus net gehaald. Tom heeft het nu naar boven brengen. En nu gaan we een lekker stukje wandelen. We hebben net het hele huis lekker opgeruimd. Chicky maakt inmiddels de tafel alweer vies. Want ze verhaart momenteel nogal erg. En onze tafel is zwart, dus je ziet alles. Maar we hebben lekker opgeruimd. Gestofzogen, badkamer gedaan. Dus alles is nu weer fijn netjes. Dus ik ga nu lekker editen. En waarschijnlijk komen Tom's ouders zo meteen. Nou ja, wat ben jij aan het doen? Lekker aan het retoucheren. Lekker aan het retoucheren. En Chicky zit lekker te chillen daarbij. Die ligt direct te slapen zo. Super schattig. Ik heb net wat gekeken en ik ga nu eventjes al het plastic en karton naar buiten zetten. Want dat wordt opgehaald. Ik kan mijn door met editen. Jasmijn moet vandaag deze afmaken, deze klant. En dat gaat denk ik wel lukken.
Even vanuit de badkamer, want Tom slaapt namelijk al. Het is namelijk, ik heb mijn Apple Watch niet om, die ligt bovenaan de oplader. Maar het is nu ongeveer 10:15. Maar ik kreeg zojuist een berichtje dat ons shoot van morgen helaas gecanceld is. We zouden eerst een beauty shoot hebben, maar het OV staakt morgen. Dus de modellen kunnen schijnbaar niet komen. Dus ik zei, misschien kunnen we het 's middags doen. Maar mensen hebben 's middags afspraken gemaakt, dus dat gaat niet lukken. Dus die wordt verplaatst. Maar dat betekent dat ik redelijk bij ben met editen. Dus dat is heel erg fijn. Dus ik ga nu even lekker een aflevering van Nieuw Amsterdam op de bank kijken. Eigenlijk weer een keer s'avonds alleen op de bank zitten. Dat is zo lang geleden. Dus dat ga ik zo nu lekker doen. En dan gaan Tom en ik morgen waarschijnlijk even naar de winkels toe. Dus dat is ook wel weer even leuk. Want de winkels zijn vanaf morgen weer open. Dus hopelijk kunnen we misschien wat leuke dingetjes vinden. We zoeken nog een badkamermeubel. Eigenlijk een soort van twee. Eentje echt als voorraad en eentje voor lekker onder de wastafel. Dus we gaan even kijken of we daar morgen misschien voor kunnen slagen. Maar nu eerst lekker een serie kijken. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag. En we hadden vandaag een fotoshoot, alleen dat die is gisteravond gecanceld. Dat heb ik verteld in de badkamer. Oh, ik heb het niet gehoord dat je ging vloggen. Nee, want jij sliep. Oh, nee, dat was dus al verteld. Heb je ook verteld dat we vandaag gingen shoppen? Een beetje. Oké, nee, we hebben toen bedacht om te gaan shoppen vandaag. Het is 10:50. Dus we gaan zo lekker naar buiten en dan gaan we lekker shoppen. Want vandaag zijn de winkels weer open. Zonder afspraak, dus dat is echt top. Jasmijn en ik zijn even allemaal kortingsbonnen aan het... alle cadeaubonnen verzamelen. Ja, want die hadden natuurlijk nog een paar over van ons huis. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we voor leuke dingen hebben gaan vinden. Ik weet niet wat er zo lekker is aan het plastic. We hebben bij een boekhandel bloemen gekregen. Zoals je hier kan zien. Ik vind het een beetje lastig. Ja, en die loopt weer lekker te irriteren. En we hebben een douchegordijn gekocht. Niet geheel onbelangrijk. Eindelijk eentje die als het goed is past. Oh ja, fijn. En we hebben Ticket to Ride Europe gekocht. Nice. Ik ben echt heel benieuwd. Dit schijnt echt een supergoed spel te zijn. Dus die gaan we straks even spelen. En deze doet ook mee schijnbaar. Ja! Tom en ik hebben zojuist lekker bami gekookt, net gegeten en het is nu bijna 6:00, dus we gaan nu richting de Action. We verwachten dat het nu namelijk wat rustiger is. Ze zijn namelijk ook 's avonds open, dus we gaan nu even die kant op hopen dat het wat rustiger is. Als het niet wat rustiger is, dan gaan we weer naar huis, maar we gaan nu in ieder geval even die kant op lopen. Ik zit op de bank, dus het is een beetje een gekke hoek. Maar we zijn dus net naar de Action geweest, dus ik heb hier een kleine Action shop lop. We hebben niet heel veel gekocht, maar net een paar handige en leuke dingetjes. Als eerst het speeltje voor Chiki. We hebben hem net uitgeprobeerd en ze vindt het geweldig. Daarna een kaarsen die 8:00 branden, zodat we lang vooruit kunnen. Ik heb nu met 4:00 en die zijn altijd wel binnen een halve avond op. Dus dit is voor de hele avond. Nou, heel essentieel. WC-blokken die naar het bos ruiken. WC eend die citroen ruikt, want ze hadden namelijk alleen eucalyptus en die hebben we nu. Die vind ik zelf niet zo lekker. En normaaliter hebben ze schijnbaar ook fresh, maar die hadden ze niet meer. Dus ik had als enige optie citroen. Ik wil steeds limoen staan, omdat het in het Engels natuurlijk met een L begint. Dan hadden we daarna een voorraadverpakking met van die wipes. Altijd wel handig om in huis te hebben voor kleine ongelukjes of kleine vlekjes en dat soort dingen. Dan washi tape, want ik wil op mijn kabels een washi tapeje gaan aanbrengen, omdat Tom heel vaak mijn kabels jat. En ik ze dan nooit meer terugzie. Dan hetgeen waarvoor we eigenlijk naar de Action moesten, batterijen. En daarvan hebben we 2 pakjes gekocht. En dan iets slechts, namelijk Malteser teasers. Super lekker. En dat zagen we liggen, dus dat hebben we meegenomen. En dat is wat we hebben gekocht bij de Action. Niet zoveel dit keer, maar wel een aantal praktische dingen. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag.
En ik heb niks gefilmd. Woeps. Ik was heel dik vandaag aan het chillen. Ik heb niet zoveel gedaan. Heel veel geslapen. Gewoon even een beetje bijtukken. Heel erg lekker. Jasmijn is onderweg naar huis toe. Het is inmiddels 5:30, geloof ik. Of is het al 6:00? Het is al 6:06. En Jasmijn is om 6:30 thuis. Dan gaan we lekker eten. Ik ga zo het eten voorbereiden voor Jasmijn. En dan gaan we een hele leuke avond hebben. Morgen gaan jullie zien dat dit allemaal weg is. Ik ga eindelijk naar de kapper. Moet ook wel echt eventjes. Dus ik ga morgen lekker geknipt worden. Maar nu eerst eventjes koken. Nou, Jasmijn is momenteel weer terug. Ik zit lekker een programma te kijken. Maar Chiki zit zo heerlijk dan. Oh, wat zo schattig. Zo lief. Een hele goede morgen. Het is nog echt net morgen. 12:08 is het namelijk. Jasmijn en ik gaan zo weg. Jasmijn die gaat zo meteen naar de studio. Die heeft een klant om 1:00. Van 1 tot 2. En ik heb van 1 tot 2 ongeveer mijn kappersafspraak staan. Dus ik ga ook op een over een tijdje weg. Ik ga nog even stofzuigen hier. Nog even de laatste dingen even opruimen. Allemaal van dat soort dingetjes doen. Zodat we daarna lekker kunnen chillen. Ik kan chillen. Jasmijn die gaat vanmiddag nog editen. We hebben heerlijk vanmorgen even een mailtje gestuurd naar een eventueel opdrachtgever. Daarnaast hebben we nog een aantal andere zaken gedaan. En nog heel eventjes even iets gekeken. En dus vanmiddag gaan we weer werken. Dan kan Jasmijn misschien weer wel bij editen. En morgen wat een hele leuke dag komt de vriendin. En de vriend van de goede vriendin van Jasmijn komt nog gezellig langs. Dan gaan we lekker chillen. Nou ja, de laatste keer dat jullie mij zagen was ik nog wat langer qua haar. Er is heel veel af. Heel erg blij mee. Jasmijn is lekker aan het retoucheren. Die gaat vandaag deze fotoshoot afediten. Dus gaat ze in ieder geval proberen. Nog 2 foto's, denk ik. Yes. Dus dat moet denk ik wel gaan lukken. Ik ga op tijd slapen, want morgen natuurlijk weer lekker kranten lopen. Zaterdag krant is weer vroeg op. Heel veel doen natuurlijk. Maar morgen hebben we besloten om iets rustiger aan te gaan doen. Dan gaan we vooral eventjes lekker alles schoonmaken, inkopen doen. Want s'avonds komt Jolie, een vriendin van Jasmijn, wat heel gezellig is. Dus daar gaan we morgen lekker mee bezig. Maar Jasmijn gaat nu eens eventjes dit afmaken en daar ben ik trots op. Goedemorgen, Tom heeft lekker broodjes gehaald op de markt. Lekkere woepies. Dus die ga ik nu even lekker verwarmen, zodat we lekkere warme broodjes als ontbijt hebben. Maar echt super leuk dat hij dat heeft gehaald. Hij is nu lekker aan het douchen. Dus ik ga het nu lekker in de oven stoppen en dan gaan we zo heerlijk ontbijten hiermee. Nou, we hebben gisteren helemaal niks meer gefilmd. Welkom bij een nieuwe dag. Het is zondag. Ik heb van Jasmijn en ik zijn gisteren heel erg leuk met Jolie en Jurre. Hebben we gisteren een leuke avond gehad. Hebben we lekker spelletjes gespeeld en zo. Ze waren uiteindelijk rond 12:00 weggegaan. Dus toen hebben wij eigenlijk alles opgeruimd. En vanmorgen heb ik Jasmijn een verrassing gegeven. Want ik heb alle spullen afgewassen en het was echt nog heel veel. Ik ben we hadden namelijk gisteravond niet afgewassen. Gisteravond niet afgewassen, maar wel een beetje opgeruimd, maar niet afgewassen. Dus ik dacht, ik was toch vroeg wakker. Ik ga even Jasmijn even blij maken. Dus ik heb een uurtje lang staan afwassen. Echt super veel werk, maar maakt niet uit. En Jasmijn die ging een beetje zeuren. Want Jasmijn wil iets heel graag. Ja, lekker naar de kringloop. Ja, ze wil heel graag naar de kringloop. En ze wou zo graag dat ze mij een beetje heeft omgekocht. Want ze zei, dan krijg jij een milkshake bij de McDonald's. En nou, dat willen we natuurlijk wel. Dus wij gaan zo meteen naar de kringloop. Het is voor ons 9 minuten fietsen. Dat was echt super chill. Want vroeger bij Jasmijn was het... bij Jasmijn en moeder was het echt 20 minuten fietsen. Dus echt chill dat het weer minder ver fietsen is. Het scheelt de helft. Dat is top. En dus dat gaan we zo meteen doen. Lekker op tijd, zodat we als een van de eerste zijn. Dat hoop ik rustig is. Dat hopen we inderdaad, en dat het rustig is. En dan gaan we zo meteen vanmiddag Formule 1 kijken. Zo, we zijn lekker in de kringloop aan het kijken. En we gaan zo ook richting de boeken. Dat mag Tom niet weten. En kleingoed was niet zoveel helaas, dus dat is wel jammer. Ik ben alleen geslaagd voor 2 boeken. 2 boeken over de oorlog. Ik zal ze thuis eventjes laten zien. Maar we gaan nu richting de McDonald's fietsen. Want dat heb ik Tom namelijk beloofd. Dat hij een milkshake mocht als hij mee ging naar de kringloop. Nee, maar ik doe het voor jou. Niet schudden. Oh mijn god. Wind, hou op. Zeg je? Ja, hè? Dat wist je niet, hè? Wat zeg je? Ik hou niet zo van gaten in vloeren.
En die wind maakt het ook niet veel stabieler. Dom niet doen. Tom en ik waren zojuist een rondje aan het lopen en we waren net bijna klaar. We waren even in de supermarkt, want we hadden een aanbieding kopen, maar die was er niet. Maar toen appte mijn zus me of wij zin hadden om een rondje bruggenloop te doen. Dus we gaan nu mijn zus meeten en dan gaan we zo het bruggenloop doen. Ik had jullie nog beloofd om mijn kringloop aankopen nog even te laten zien. En ik heb twee boeken gehaald. Het Achterhuis van Anne Frank. Ik weet niet zeker of ik die ooit heb gelezen, maar ik zag hem liggen. En ik dacht, dat is wel leuk om nu even te lezen. En hij was maar 2,25, zoals je hier kan zien. Dus daarom vond ik het wel interessant voor de prijs om desnoods, als ik hem al een keer heb gelezen, nog een keer her te lezen. Ik heb hem in ieder geval niet. En dit boek van Andy McNab, Doodse Stilte. Die leek me qua de achterkant heel erg interessant. Oh, Kat komt ook even kijken. En die was maar 1,50. Dus qua de achterkant leek hij me heel erg interessant. Dus die twee boeken die ga ik lezen. Kat gaat er even lekker bij liggen. En ik ga de vlog bij deze even afsluiten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week. Doei doei!